Het zijn de nummers 17 en 11 in de keukenkampioendivisie. Jong FC Utrecht en VVV. Het balverlies is er van Sedlacek. En dat levert hier de mogelijkheid op voor Jong Utrecht. Voor Mees Akkerman. Maar dat is een behoorlijk teleurstellende poging. En aan het veld lag het niet. Jong Utrecht, de ploeg van Ivar van Dinteren. Zonder de geschorste El Arghiwi. En ook zonder keeper Kelvin Raatsi, die verhuurd is aan Roda JC. Gadella staat onder de lat en die moet hier in actie komen voor Jong Utrecht. Omstandigheden alles behalve goed. Het is erg koud en het sneeuwt. En bovendien is de grasmat op Sportpark Zoudenbalg behoorlijk hard. Het maakt het lastig voetballen voor Jong FC Utrecht en VVV. Stevige overtreding van Wessel Kooi. Spelers van VVV zijn boos. Scheidsrechter Kevin Putz komt met een gele kaart voor de centrale verdediger. Vrije trap van Klaassen. Daar is Timber. Oudspeler van Jong Utrecht, verdediger van VVV. In de formatie van Rick Kruis, die uiteraard ook een verleden heeft bij FC Utrecht. Zowel als speler als trainer. Dit is een zeer teleurstellende voorzet van Elias Sierra. Tekenend eigenlijk voor de eerste helft die te zien is in de Domstad. Omstandigheden worden slechter. VVV in de aanval. VVV dat 4 van de laatste 6 wedstrijden verloor in 2023. Voorzet van Simon Jansen en een kopbal van Kozidis achterwaarts gekopt door de Griek. Maar gepakt door Gadella. Een van de spaarzame hoogtepunten in de eerste helft. Niet al te ingewikkeld. De bal voor de keeper van Jong Utrecht. Jong Utrecht dat slechts 2 punten pakte in de laatste 6 wedstrijden van 2023. Gibson Ja stoomt op. Oudspeler van Jong Ajax. De voorzet te scherp. Van Mees Akkerman voor spits. Jesse van der Haar. Van der Haar die nog scoorde in de laatste wedstrijd van Jong Utrecht. Op 22 december tegen FC Groningen. Op de tribune de hoofdtrainer van Utrecht, Ron Jans. Met daar ook Jansma, Gillissen, Zuidam, Gert Kruis. En ook nog Quinten Timber, die naar zijn broertje Dylan Timber komt kijken. Het schot in de slotfase van de eerste helft komt van Sedlacek. Maar had best tussen de palen gemogen vanaf een meter of 20. Nu hoeft Gadella niet in actie te komen. 0-0 de ruststand. En ook in het eerste kwartier van de tweede helft gebeurt er vrijwel niets op Zoudenbalg. Het is al met al een hele teleurstellende wedstrijd. Daar waar deze twee ploegen er in augustus nog wel een spektakel van maakten. In de Koel won VVV toen met 4-1. Onder andere dankzij een doelpunt van Levi Smans. Die bij VVV in deze wedstrijd ontbreekt met een blessure. Wel van de partij is Magnus Kaastroep. Maar die vindt Gadella op zijn weg. Nee, er valt niet veel te genieten voor Ivar van Dinteren en Rick Kruis. Dit is een van de betere mogelijkheden voor VVV in de tweede helft. Dylan Timber. Aan de rechterkant Martijn Berde, die is in de ploeg gekomen. Aan de linkerkant nog altijd Kaastroep. Voorzet Simon Jansen en daar is Gadella weer. VVV overigens ook zonder de geschorste Pepijn Doesburg. En ook zonder Tijmen Verheijen, Robin Lathouwers en Moreno Rutte. Nog altijd 0-0. Kwartwedstrijd nog te gaan. Hoekschop, Jong FC Utrecht dat in het laatste gedeelte van de wedstrijd wel wat sterker wordt. Rickson van Hees. Bal wordt goed teruggekopt en dit is een echte kans voor Mees Akkerman. Prima gekiept door Jan de Boer, de keeper van VVV. Een hoekschop van Klaassen voor VVV. Timber is mee naar voren en die kan hier koppen. Alleen zijn kopbal gaat helaas voor VVV niet richting doel. Het is de laatste mogelijkheid voor VVV in deze wedstrijd. En die is dus voor oud-Utrecht-speler Dylan Timber. Echt sneeuwen gaat het pas in de slotfase. Gibson Ja voor Jong Utrecht. Daar is Aurelio Oelers inmiddels in de ploeg gekomen. Hier aan de bal. Ook een invalbeurt voor Linden Edhard. Oelers.
Uitverdedigen zeer moeizaam hier bij VVV. Heel zwak gekopt door Robert Klaassen. En dan kan er gescoord worden. Maar Jesse van der Haar ziet dat ook deze bal gepakt wordt door Jan de Boer. Zo krijgt Jong Utrecht een serieuze mogelijkheid op 3 punten hier. Klaassen krijgt die bal dus niet de juiste kant op. En van der Haar moet scoren. Nog een keer. Jong Utrecht weer via Oelers. Die er sterk invalt. Edhard met de laatste mogelijkheid. Maar ook die bal gaat er niet in. En zo eindigt het op deze maandagavond tussen Jong FC Utrecht en VVV. Toch teleurstellend, vooral voor VVV. In 0-0.